Signori, vandaag gaan we onze typische gerecht van deze regio klaarmaken. En dat is brassato. Brassato is van kogelruns. En het voornaamste van deze recept is marineren. We gaan die marineren met Barbera-wijn. Barbera-wijn is echt typische wijn uit Piemonte. Waarvoor heb je ook Barbaresco en Barolo. Voornaamste is die goed afkruiden. Dan gaan we rozemarijn gebruiken. Assali. Teentje look. Voilà. Een beetje rozemarijn en salie. Mooi fijn hakken. Goed over. We gaan het kruiden met wat zeezout. Brassato is een heel schoon rood vlees. Wat ook heel super mals is. En het voornaamste is dat het niet maar even wordt gemarineerd, maar dat het goed telkens omgedraaid wordt. En die kruiden en die zeezout goed inweken. We gaan deze vlees 24 uur in de frigo bewaren, dat de kruiden goed in het vlees ingetrokken worden. Omdat ze zo lang niet kunnen wachten, hebben we al één klaargemaakt. Gaan we het resultaat zien. Dus je ziet dat het stuk vlees mooi in kleur, goed van smaak is. Molto buono, signori. Ik geef het goed gevoel om dat klaar te gaan maken. Voilà, we gaan het vlees nu schroeien. Beetje olijfolie. Wat boter. Waarom boter? Zo kan ons vlees mooi krokant geschroeid worden. Alleen olijfolie geeft een extra smaak, maar goede boter en olijfolie, extra vergine, dat schroeit het vlees mooi. Het voornaamste is liefst geen margarine, maar goede boter, dat geeft een ander effect. Dus brassato, dat wordt van het woord brasa. Dat wil een oude steenkool zeggen. Gelijk op oude methode en wordt klaargemaakt. Voilà. We gaan het vlees mooi schroeien. Goed bakken. Het voornaamste is nu dat we heel veel vocht uit deze stuk vlees terugkrijgen. Want we gaan ondertussen onze groentjes klaarmaken. Worteltjes, purée en selder. Eerst worteltje. Zuiver maken. Voilà. Voornaamste altijd een doog uw brassato. Maar één keer dat het altijd blijft schroeien. Het vuur mag op maximum blijven, dat is geen probleem. Omdat het gaat niet aanbranden. Het is die sap die het heel malt stuk vlees houdt. Onze groentjes. Probeer altijd een goede stuk vlees te kopen. Dat is heel voornaamste. Dat het kwalitatief is. Uw groentjes maakt eigenlijk niet uit of dat dun of dik wordt gesneden, want dan wordt het plaats toch gezeefd. Voilà, dat zijn de groentjes. Voor onze stuk vlees is voornaamste nu dat we teentje look gaan zuiver maken. Voilà. Met de handen gelijk de nonna deed. Voilà. Dan neemt dat wat extra smaak. En ondertussen, wat we zien, is er hier een soort glas zich in vormen dat aan onze rode wijn terecht gaat komen. Ondertussen gaan we onze groentjes spoelen. We gaan onze stukje vlees in onze schaal zetten. Liefst niet in het vlees prikken. Dan verliest dat al wat smaak. Niet volledig, maar toch verandert dat niets. Het volledige glas er zeker bij zetten. Ondertussen hebben we hier een vleesbouillon klaargemaakt van runderschenkels. Dat kun je gemakkelijk bij benen over vragen. Vraag maar knoken voor soep. Dus groentjes en wat water. Dan hebben we onze bouillon. Dan gaan we wat toevoegen. We gaan wat tomatenpuree toevoegen. Een lepelje is meer dan genoeg. Halve lepelje hier, halve lepelje daar. Gewoon voor de smaak, want tomatenpuree is al geconcentreerd op zijn eigen. Dat gaat een mooi kleurtje geven, maar het past ook ideaal bij het gerecht.
We gaan deze in de oven steken gedurende een half uur aan 230 graden. Permettere questo forno 30 minuti. Ondertussen, wat gaan we daarbij klaarmaken? In Italië noemen we dat contorno. Meestal aardappelen, oven, insalata, fagiolini, spinaci. Hier zitten we in Piemonte. Porcini gaan we klaarmaken. En ook wat puree. We gaan de aardappel schoonmaken. Die gaan we even laten doorkoken. We gaan nu onze porcini klaarmaken. Voilà. Porcini. Ook heel bekende champignon voor hier eekhoorntjesbrood. En Piemonte. Die gaan we ze schoonmaken. Zeker niet afwassen, want anders krijg je ze moeilijk krokant. En heb je ook in je mond een sponsgevoel. We gaan ze mooi snijden. Niet te dik. Allemaal dezelfde lengte. Gaan ze bakken. Een beetje olio extra vergine d'oliva. Hier gaan we ook een teentje roggen toevoegen, dat een extra smaak heeft. De porcini gaan we krokant pakken. Voilà. Een po' di sale. Pepe. Onze porcini zijn fijn aan bakken. We gaan ondertussen naar onze brassato kijken hoe het ermee is. Voilà. Die ziet er nog wat mals uit, maar van smaak en van kleur heel goed. Je ziet die tomatenpuree en die rode wijn. Dat is een mooi huwelijk. Dus nog 10 minuutjes, dan gaat hij zeker klaar. Onze porcini zijn klaar. We gaan kijken naar onze aardappelen, hoe het ermee is. Voilà. Die zijn klaar. Een scheutje olijfolie om een extra aroma te geven. En nu gaan we onze patatenpuree klaarmaken. Molto buono. Le patate sono pronte. En de aardappelen afgieten. Pronti per il purè. We gaan onze aardappelen stampen. Klonters of niks. Een heel mooi gepletter dat het een mooie crème wordt. Guardate che bella crema, ragazzi. En een beetje nootmuskaat toevoegen. Prachtig. Een beetje zout. Een po' di pepe. Eigeel. Un rosso di uova. Een eigeel. We gaan het afwerken met een klontje goede boter. In de plaats van room of melk toe te voegen, gaan we een klein olio d'oliva, eerste pers gebruiken. Dat geeft een schitterend aroma. En dat kunnen we ook gebruiken om ons crème heel mooi te maken. Voilà, signore, la crema di patate è pronta. De porcini zijn klaar. Onze brassato wacht ons op. La carne è pronta. Stukje vlees is klaar. We gaan deze vlees versnijden, maar we gaan op voorhand nog onze saus geven. Voilà, hier is wat ik wou zeggen. Het huwelijk tussen tomatenpuree, groentjes en het marineren van het rood vlees. En ondertussen volledige sap, mooie kleur, schitterende geur. Piemonte sta arrivando. We gaan onze vlees nu versnijden, onze brassato is klaar. Il brassato è pronto. Normaal gezien
eet ik altijd saignant, maar gezien dat het brassato is, moet het een mooie appui zo zijn. Dus. Voilà, ragazzi, signore, il brassato è pronto. Ideaal, niet te rood, niet te fel gebakken. Voilà, la cottura è quella giusta. Waarom ook? Als er te veel bloed is of zo, heb je de smaak alleen om de bakwijze. Maar hier, met het bakken, proef je hierin de rode wijn, de gemarineerde. Voilà, die ga ik combineren met de puree en la salsa. La carne tagliata. Un po' di olio d'oliva. Per ammorbidire il purè. La crema di patate è pronta. Crema di patate e olio d'oliva. Una mooie conchiglia. Ecco una. Mooie conchiglia, dus schelpje maken. En ons een stuk vlees. Vullen. La salsa. De saus. Voilà, en hier ziet u een mooie structuur, wat ik daarnet wil zeggen. Del brassato. Porcini gewoon krokant bakken. Sale, peper, niet meer. Niet de mooie producten verkrachten. Koop een zeer mooie, kwalitatief product en je ziet dat je er niet veel werk aan hebt. Daarom zei ik, spoel nooit de champignon. Als je het spoelt, heb je nooit die krokante effect die je hier hebt. Prachtig, die geur. La crema di patate, die brassato, die rode wijn. We gaan die heel mooi afwerken. Con un po' di olio d'oliva. Voilà. Een beetje rozemarijn en salie. Wie dat thuis heeft, wat truffels. Past er heel goed bij. Ik ga afwerken con tartufo bianco. Tartufo bianco is afkomstig door een klein stadje in Piemonte dat Alba heet. Voilà. Afwerken met peper. Voilà, signori. Piemonte in tavola. Buon appetito!